Wat is dat Ik heb heel vaak, maar dan ook heel vaak de vraag gekregen. Yo, morgen, kan je een, een PC samenstellen voor 200 euro, voor 400 euro, voor 500 euro, voor 1000 euro? Ik heb een budget, maar ik weet niet zo goed wat ik moet kopen. Vandaag gaan we duiken in een PC van 500 euro. Ik dacht, weet je wat? Laat ik vandaag het eens even uittrekken. Laat ik even kijken naar wat er allemaal mogelijk is nu op de markt. Als jij een 500 euro gaming PC zoekt. Stap met me mee en laten we kijken wat we erin kunnen doen voor 500 eurotjes. Let's go. Oké, okay, om te beginnen wil ik wel even zeggen dat uh, ik dacht dat het makkelijker was om um, voor 500 euro een prima gaming PC samen te stellen, maar ik moet zeggen dat het best wel lastig was. Ik bedoel, vanaf 700-800 euro heb je echt wel meerdere mogelijkheden om te spelen met um, componenten, maar ik merkte met 500 euro dat dat echt pittig moeilijk was. Maar het is gelukt. Het is gelukt, deze PC, van wat ik weet en van wat ik heb gezien, is hij nice en kan hij heel veel games op prima kwaliteit afspelen. 60 plus fps op full HD resolutie. Dus laten we gaan. Als allereerste beginnen we met de processor. Nou, voor de processor heb ik gekozen voor een Ryzen. Een AMD Ryzen processor en dit is de Ryzen 3 3200G. Daar krijg je ook een cooler bij. En dit is dus een quad core processor die echt... Prima is om de hedendaagse games op te spelen. Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan welke resolutie je speelt. Maar gaan we gaan wel uit van Full HD. Dan is dit echt een prima gaming CPU. Ik heb zelfs video's op internet gezien waarbij ze op de geïntegreerde graphics. Um, op de processor zelf zitten die dus. Dus je hebt in feite geen videokaart nodig. Maar de geïntegreerde graphics, die, die, ja, die zijn natuurlijk niet um, te vergelijken met een videokaart. Als in een dedicated videokaart. Maar ik zag zelfs dat gasten uh, 150 fps haalden op CSGO. Dus ik bedoel, het is zeker weten mogelijk. Zeker weten mogelijk. Daarnaast is het dus een uh, quadcore zoals ik al net zei. Hij is geklokt op, ik, ik hou het even erbij. Hij is geklokt op 3.6 gigahertz met een turbo naar 4 gigahertz. Dat betekent dus als jij gaat gamen, dan gaat hij automatisch naar 4 gigahertz. En kan je op die manier dus um, ja, het beste halen uit je CPU. Dus het is een prima low budget... Processor die jij zou kunnen gebruiken. Ryzen staat sowieso bekend om goede prijs-kwaliteit verhoudingen. De Ryzen 3 3200G. Met een adviesprijs van ongeveer 90, 85 à 90 euro. Bij een processor hoort uiteraard ook een goed moederbord. Alleen dat is een beetje lastig, omdat we hebben een beperkt budget. En normaal gesproken zou je hierbij willen gaan voor een X75 chipset. Dat zijn de nieuwere chipsets waarop eigenlijk de processors sowieso beter draaien. En dat je systeem. In het geheel beter is. Alleen omdat we een beperkt budget hebben en die x75-bordjes sowieso wat duurder zijn, moeten we gaan voor een B450-bord. Dat is iets ouder, maar ik heb het gecheckt qua compatibiliteit. Holy shit, dat woord zei ik in één keer goed. Compatibility, die is dus helemaal. Uh... Ja, dat, dat werkt. Ik heb gecheckt op de website van Asrock, Ik heb gecheckt op de website van AMD Ryzen. Als in uh, met processor en moederbord samen bekeken. Dus we gaan voor de Asrock Fatality B450 Gaming K4. Dat is een hele mond vol. Maar dat schijnt wel een moederbord te zijn die de features heeft die wij willen hebben. Dit moederbord heeft genoeg aansluitingen die wij willen zoeken. Uiteraard genoeg USB-aansluitingen. Maar ook bijvoorbeeld um, genoeg ruimte om. Uiteindelijk als jij nog een PCI. ...kaart erop wil klikken voor bijvoorbeeld een uh, geluidskaart of nog een videokaart. Alles is in principe mogelijk. Ook heeft hij DisplayPort, VGA en HDMI-aansluiting. Dus je zou zelfs nog een extra scherm op jouw moederbord uh, aan kunnen sluiten... ...omdat je natuurlijk geïntegreerde graphics hebt op je processor. Dus... In principe is dit een uh, prima moederbordje. Is ongeveer 85 à 90 euro. ook. En um, is dus ook geschikt voor deze beeld. Dus uh, zeker weten, is een, uh, is een, is een, is een mooi ding. You know? Is een mooi ding. Dan komen we aan bij de videokaart. En de videokaart is iets wat eigenlijk het uh, duurste is van deze setup. Ja, voor, om goed te gamen heb je uiteraard een goede videokaart nodig. Maar. Je kan niet alleen een goede videokaart kopen. Je moet um, rekening houden met een bottleneck. Als jij nu een 2080 Ti erin knalt met een gare processor, dan werkt dat niet. Dus ik moest even goed kijken van wat past nou goed bij elkaar. Ik heb ook wat benchmarks gekeken op YouTube. Ik zag dus dat de Radeon RX 75 een prima kaart is om in deze build te gebruiken. Ik heb hem geselecteerd van Astrock. Deze heet dan ook de Astrock Phantom Gaming Day Radeon RX 75 8GB. En hij is overklokt vanuit de fabriek. Ik heb zelf nog geen RX videokaart getest, maar van de benchmarks die ik heb gezien, de reviews die ik heb gelezen, gecombineerd met de processor die we erin hebben gezet, heb je dus in principe voor 150 euro een perfecte videokaart die jij dus kan gebruiken voor al je games. En um, deze build die draait natuurlijk vooral om budget. Vriendelijk. Heb jij iets meer budget? Dan kan je natuurlijk bijvoorbeeld voor een 1660 gaan. Of een wat duurdere kaart. En dan ook gelijk wat duurdere processor. Om dat dus met elkaar. Ja, beter te laten samenwerken. Maar voor deze beeld is deze RX75 echt prima. En kan je dus. Um, in principe perfect game op full HD. Dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Qua aansluitingen heeft deze drie DisplayPort, één HDMI en één DVI-aansluiting. Dat betekent dus wel dat als jij drie schermen hebt die je op HDMI hebt aangesloten... ...dan moet je goed checken, omdat um, wellicht hebben jouw schermen ook DisplayPort-aansluitingen. En dan moet je dus misschien andere kabels kopen of even een omvormertje, zodat je alles kan gebruiken. Um, dus let daar wel op. Let wel even op de aansluitingen voor je beeldschermen. Dan komen we aan bij de RAM sticks, oftewel RAMgeheugen. RAMgeheugen is uiteraard ook uh, belangrijk. En tegenwoordig dan. Sommige mensen die gaan nog steeds voor 8 gigabyte. Sommigen gaan voor 16, omdat 16 wel meer future proof is voor de wat zwaardere games. Voor deze beeld is het mij helaas niet gelukt om er 16 gigabyte in te doen. Um, tenminste, misschien was het wel gelukt, maar dan zouden we echt een B-merk. ...moeten installeren om die 16 gigabyte um, te halen. Ik heb gekozen voor de Corsair Vengeance. Dit zijn de low-profile RAM-sticks. Um, ja, sommigen zijn er fan van en sommigen niet. Ik vind het low-profile echt prima. Ik heb ze ook jarenlang in mijn eigen PC's gebruikt. 8 gigabyte, twee sticks daarvan, zodat we ze in ja, dual-channel kunnen gebruiken. En de geheugensnelheid is 3000 mHz. Dus uh, ik heb dat ook bekeken... Op het moederbord, moederbord kan dit ook aan, um, de processor die kan dit ook aan, dus deze zal perfect samen moeten werken met jouw beeld om deze pc te maken. Dit zijn perfecte RAM sticks en je kan ze heel makkelijk uitbreiden. Denk jij van, hé, hey, ik wil toch 16 gigabyte, dan kan jij gewoon 16 gigabyte kopen, of je kan nog twee van deze erbij klikken, dan heb je vier sticks, allemaal 4 gigabyte en dan heb jij dus uiteindelijk ook 16 gigabyte. Dan qua voeding. Ik heb even gekeken naar de wat budgetvriendelijke um, ja, voedingen die, uh, die beschikbaar zijn. En ik ben uitgekomen uiteindelijk op de Sharkoon Silent Storm SFX Bronze 450 Watt. 450 Watt is echt. Prima voor deze PC. Kijk, als jij natuurlijk een uh, 2080 Ti erin hebt zitten met een dikke processor... ...en weet ik veel wat allemaal, dan, dan zul je wel wat hoger moeten gaan. Maar 450 watt is echt wel prima voor deze computer. De onderdelen die we gebruiken, gebruiken niet extreem veel... Um, ...ja, die gebruiken niet extreem veel energie. Dus met 450 watt zouden we dat perfect moeten redden. Is ook met een adviesprijs van 55 à 60 euro... Uh, ligt hij precies eigenlijk in het straatje van wat wij willen hebben in deze beeld? Is niet modulair, maar het is gewoon een prima voeding om te gebruiken in onze beeld. Daarnaast, ook gaan we door met Sharkoon. Want met Sharkoon kunnen wij flink geld besparen op kasten. Kijk, en kasten zijn een beetje een ding waarvan ik denk van ja, in het begin bespaar je daar veel op. Maar als jij uiteindelijk een gaming PC gaat fixen die echt bij jouw persoonlijkheid moet passen, bij jouw kamer. Dan zal een kast ook wat geld moeten kosten om dus jouw eigen. Ja, voorkeur jouw eigen smaak terug te laten komen in jouw PC-kast zelf. Dus vandaag hebben we gekozen echt voor een budget-kast. En dat is de Sharkoon VS4-S. En als je kijkt naar de kast. Ja, het is, het is een simpele kast. Je kan niet eens van de zijkant naar binnen kijken. Dus hij heeft geen tempered glas. Hij heeft geen plexiglas. Hij heeft aan de zijkant geen paneeltje waar je naar binnen kan kijken. Um, aan de voorkant wel twee USB-poorten. Uiteraard je, je audio en je microfooningang. Een aanknop en een resetknop. Maar voor de rest valt het wel mee wat je, wat je ervoor terugkrijgt. Het is wel een tower, dus in principe heb je genoeg ruimte. Je hebt wat ruimte ook om je kabels in weg te werken. Dus um, je krijgt er wel wat voor terug, maar verwacht geen perfecte bouwkwaliteit. Verwacht niet dat alles perfect werkt. Verwacht niet te veel ruimte. Verwacht gewoon een kast waarin jij je computer kan bouwen. En als jij denkt van daar wil ik wel iets meer geld aan uitgeven om een wat mooiere kast te fixen, dan kan dat uiteraard. Maar dan, um, dan schroef je wel de prijs een klein beetje omhoog. Dus let daar wel op. Voor de rest is dit een prima kast om in ieder geval mee te beginnen met je gaming PC. De Sharkoon had trouwens een adviesprijs van rond de 30 euro. Dan komen we aan bij opslag. En opslag, dat was voor mij iets van: ja, ga ik nou SSD doen? Ga ik HDD erin zetten? Ik ben van mening dat elke elke überhaupt elke computer, maar elke gaming PC moet gewoon een SSD hebben, alleen al om het gevoel te hebben dat je pc gewoon snel is. En ik heb gekozen voor een kleinere SSD en een grotere HDD om daar je games op te zetten. Ik weet dat dat je laadtijden wat verhoogt als je je games op een HDD zet in plaats van een SSD, maar laten we eerlijk wezen, op zich qua laadtijden kan dat af en toe wel meevallen als in, uh, het ligt er maar net aan welke games je speelt. Speel je natuurlijk super grote open world games, single player, dan zal je dat echt wel merken. Speel je wat online games, dan lobby's die wachten toch wel totdat jij in de game zit. Dus in principe zou dat niet uit moeten maken. Ik heb gekozen als SSD voor de Kingston A400. Die is 120 gigabyte, kreeg goede reviews. Is echt een prima SSD om in je systeem te zetten. En dus jouw um, uh, Windows op te installeren of je OS. Je kan ook Linux gebruiken, het is maar net wat je wilt. Zelf ben ik niet zo. Uh, ik weet niet zoveel van Linux. Dus uh, ik heb geen idee of dat uh, allemaal perfect werkt met gaming. Maar ik ga er even vanuit dat jij Windows gaat gebruiken. 120 gigabyte voor je Windows-installatie. En nog wat programmaatjes is veruit voldoende om dus alles op te regelen. En dan kunnen we dus een HDD gebruiken en daarvoor heb ik de Seagate Barracuda 1 terabyte en die kost dus rond de 40 eurotjes en dan heb je dus 1 terabyte aan opslag om al jouw games, alles wat jij wilt opslaan kan jij dus opslaan. 1 terabyte is prima. Ligt er maar net aan welke games jij speelt. Speel je bijvoorbeeld Call of Duty, die kan echt fucking groot zijn. Maar speel jij wat kleinere games, dan kan jij zeker weten 15 à 20 games kwijt op jouw harde schijf. En heb je ook nog wat ruimte over voor bijvoorbeeld je foto's, je video's en dat soort dingen. Je schoolwerk, noem het maar op. Dus um, op die manier kunnen wij dus um, deze gaming pc in elkaar zetten. De Kingston was trouwens rond de 30 euro. En dan komen we uiteindelijk uit op een totaalprijs voor deze hele beeld van ongeveer... 517 à 520 euro. Um, het kan wat hoger zijn, omdat ik tweakers heb gebruikt voor de prijzen. Um, dus blame niet op mij als je uiteindelijk 550 euro moet betalen. Maar het ligt in ieder geval rond de 500 euro. Dus dit is eigenlijk de gaming pc die, um, waarvan ik denk dat die voor 500 euro, misschien 550 euro, dat die echt wel zijn prijs waard is. Zoals ik de benchmarks heb bekeken is het een pc waarbij je echt prima op kan gamen op full HD. En je hebt genoeg mogelijkheden om dus uiteindelijk ook te upgraden naar bijvoorbeeld een betere processor of een betere videokaart of iets meer RAM geheugen. Maar voor nu... Zou ik zeggen, dit is ongeveer wel waar je naar zou willen kijken. Dus um, je bent uiteraard natuurlijk vrij om hier en daar wat dingetjes zelf nog te upgraden of te veranderen in je systeem. Let daarbij dan wel goed op dat je um, de specificaties van de fabrikanten bijpakt. Zodat je dus altijd weet dat je onderdelen geschikt zijn voor elkaar. Je kan op elke fabrikant zijn website van de onderdelen kan je zien voor welke processor en voor welk moederbord hij geschikt is. Sommige moederborden moet je bijvoorbeeld nog updaten via de BIOS. Dat is niet zo moeilijk. Als je daar een video van kijkt, dan is dat gewoon prima te doen. Mollers, ik heb het vertrouwen dat jullie dit kunnen doen. Ik vond dit in ieder geval tof om te doen. Misschien dat ik wel vaker een uh, advies kan geven over uh, het kopen van een pc voor bepaalde budgetten. Als jij in de comments achterlaat voor misschien een ander budget, dan kan ik dat uiteraard ook nog een keertje doen. Voor nu wil ik jullie bedanken. Thanks voor jullie support. Ik hoop dat jullie dit ook tof vonden. Dit was een vraag die ik ongelooflijk vaak heb gehad. En bij deze hebben wij hem afgerond. Dankjewel, Moros. Ik spreek jullie de volgende keer. Abonneer op mijn broeder. Laat een duimpje omhoog als je het tof vond. En dan zie ik jou bij de volgende video. Thank you.